We gaan nog even terug naar de nieuwe directeur van cultuur. Want Roseline Daan, de gewezen directeur bij het directoraat cultuur, zou vanaf deze maand belast zijn met de directievoering van het museumwezen, vertelde onderwijsminister Ori eerder deze week. De bewindsman geeft aan dat er veel werk zal worden verzet door de nieuwe kandidaat. We zijn het in goed overleg over eens. Hij kwam vanuit het bedrijfsleven. U zult hem ook zien, u bent uitgenodigd vrijdag 12 uur. En op dit moment is het zo dat mevrouw Daan binnen ons team gewoon gaat verder opereren in goed overleg. Ik heb een vrij goede verstandhouding met mevrouw Daan. En alle verhalen buiten ten spijt moeten we zeggen dat we gewoon een goede afspraak hebben dat zij op een andere manier gaat functioneren. Ze gaat het museumwezen trekken, ook belangrijk. En dat... De nieuwe cultuurdirecteur Warsody Kromo zal een aantal zaken moeten oppakken die als prioriteit worden gesteld. Het erfgoedbeleid, de monumentenzorg en het cultuurbeleid zullen intensiever worden aangepakt. De bewindsman zegt dat er ook opdrachten zijn die de president persoonlijk heeft gegeven ter bevordering van het cultuurbeleid.